Welkom bij het uitgebreide weekendweerbericht van Weerplaza. Vanochtend scheen de zon volop. Vanmiddag kwamen er een paar stapelwolken en sluierwolken, maar de zon bleef geregeld schijnen. Vanavond lossen die stapelwolken weer op en daardoor krijgen we een heldere nacht. In de avonduren ligt de temperatuur rond 10 graden en neemt de wind geleidelijk in kracht af. In de nacht wordt het uiteraard kouder. De minima liggen tussen 1 en 4 graden en aan de grond kan het plaatselijk licht vriezen, maar het is wel minder koud dan de afgelopen nachten. De zaterdag belooft een heerlijke dag te worden. Vooral in het oosten en zuidoosten schijnt de zon volop. In het westen en noorden zijn er wat meer wolkenvelden, maar ook daar schijnt de zon geregeld. Het wordt 15 graden in Noord-Holland, 18 graden in de zuidelijke provincies. Zondag is het nog fraaier dan volop zonneschijn, nauwelijks een wolkje aan de hemel: 16 tot 19 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Maandag wordt het plaatselijk 20 graden en ook dinsdag haalt de temperatuur 20 of 21 graden. Er komen dan wel wat meer stapelwolken. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.